had vanochtend zo'n trek in een eitje. Ik denk, weet je wat, ik doe het gewoon. 2 eitjes. En dan neem ik een lekker geroosterd volkorenbroodje erbij. Hier heb ik volkorenbrood. Een hele goede morgen, guys. Sorry, maar ik ben echt zo oprecht moe. Het is echt niet normaal. Ik werd om 9 uur wakker. Ik kan niet uitslapen. Maar gisteren ging ik pas rond 2 uur naar bed. En dat kwam omdat ik om 12 uur... Shit, ik moet even mijn ei redden. Maar dat kwam dus omdat ik om 12 uur mijn scriptie weer had ingeleverd. Mijn verbeterde versie. En opeens dacht ik ineens, ja, wat nou als ik het erger maak? Dus nu was het een mager 6. Maar toen dacht ik, ja, wat nou als ik het nu gewoon naar beneden haal? En het is een dikke 5 of een 4. Anyway, hij is nu ingeleverd. Kan er niets meer aan doen. En ik ga me niet druk maken. Ik ga even lekker ontbijten. En dan spreek ik jullie zo. Oh, mijn ontbijt ziet er zo goed uit. Het is uiteindelijk een broodje geworden met ham. Met filterdunne achterham en een eitje erop. En aan de andere kant filterdunne kalkoenfilet met een eitje erop. En daarnaast een groene thee. Marathon update. Ik kom net terug van mijn tweede run na de marathon. Het is inmiddels al een week en 2 dagen geleden dat ik de marathon heb gerend. En vrijdag heb ik mijn eerste run gedaan. Dat ging heel zwaar. Ik had last van een blessure. Toen ben ik de dag erna gaan trainen. Ook wat benen weer gedaan. En echt voor het eerst in tijden weer met gewichten. En eigenlijk sindsdien, dat was nu eergisteren, heb ik zo een ontiegelijke spierpijn. Gisteren heb ik dan ook een hele dag rust genomen. Maar toen dacht ik vandaag, het is wel weer tijd om te proberen om te rennen. Dus ik ging voor 5 kilometer. Maar echt waar, ik heb nog nooit in mijn leven... Het voelde nog zwaarder dan de marathon. Nee, oké, dat is niet waar. Maar het voelde zo zwaar. Mijn benen, zo spierpijn in mijn hamstrings. Mijn knie begon weer een beetje te zeuren. Lag er pas 1:30 in. Nou, vroeg op vandaag weer. En gewoon al die stress en die moeheid. En dan die marathonbenen nog. En die training. Het was gewoon echt te veel. Maar nu voel ik me wel weer goed. Ik moest 3 keer stoppen om te rekken in de 5 kilometer. Ziet er ook heel moe uit, geloof ik. Maar goed, hey. Ik ga me nu omkleden, opmaken. En dan spreek ik jullie zo. Zo, daar ben ik weer. Ik heb me omgekleed en ik ben er helemaal klaar voor. We gaan naar Amsterdam om gezellig even bij te kletsen en ook lekker taartjes te eten. Maar daarbij komt dat ik een video op moet nemen voor mijn Spaanse kanaal. En ik was van plan een video op te nemen met de leukste plekjes in Amsterdam. Dat is natuurlijk wel leuk voor die Spanjaarden en ook leuk voor mij om te doen, om te filmen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga er nu meteen vandoor en dan zie ik jullie zo weer. Zo, guys, ik loop buiten en ik heb mijn nieuwe jack aan. Ik ben werkelijk maar zo verliefd op het jack. Ik vind hem echt heel leuk. Superleuk bomberjack. Ik heb er zin in. Ik heb Nadie al super lang niet gezien. En ik ken Nadie al vanaf sinds mijn 4e, denk ik. Echt heel lang. Dus mijn langste, mijn oudste vriendin. Daar hebben we Nadie. Ahí ya tenemos a mi amiga de Holanda. Mi holandesa guapa. Hola. Hoi. Wakker worden. Mijn wekker ging om 4:30. Of om 4:30, om 5:30. Niet te overdrijven lauw. Maar dat komt omdat ik voor een training in het Olympisch Stadion moet zijn om 7:15 ongeveer. Daar staat een training op me te wachten. Ik heb een hele toffe samenwerking met Kiwi. Ik weet niet of ik jullie dat al heb laten zien. Maar goed, dan gaan we trainen. Ik weet niet wat voor training ons te wachten staat. En na afloop hebben we een ontbijtje. Dus zoals je kunt zien, ik heb me al opgemaakt, maar ik heb echt zo een moe hoofd. Oh my god. Ik ga nu even snel wat ontbijten. Toch nog, want anders hou ik het niet vol. En dan laten we de donderdag beginnen. Nou, hou ik het even lekker simpel met 3 crackers kipfilet. Licht ontbijtje, want straks ga ik veel ontbijten. Olympisch Stadion aangekomen en de workout gaat zo beginnen. Wat ik nu eens net bedacht is dat ik waarschijnlijk niet helemaal mee kan doen. Omdat ik nog steeds die blessure heb. Dus dat wordt een probleem. Maar we gaan zien wat ik ervan ga maken. Ik ben Joey, ik geef jullie vandaag de training.
zit er alweer op. Ontbijtje was lekker. Ik heb veel te veel van die cake op. Maar goed, ik had het nodig na die training. Ik ga nu naar huis. Ik denk dat ik echt thuis even een dutje ga doen. Want ik moet heel veel slaap inhalen. En dan staat er alweer een volgend event op de planning vandaag. En daar vertel ik jullie zo meteen meer over. Zo, daar ben ik weer alweer een stuk frisser dan voorheen. Ik ga nu onderweg naar Rotterdam. En Rotterdam is echt een stad waar ik bijna nooit kom. Daar vind ik het ook extra leuk om daar nu heen te gaan. Ik heb daar namelijk afgesproken met Bonnie. Ze heeft me uitgenodigd om lekker te gaan eten. Met Nick ook erbij. En als het ons lukt, gaan we proberen een video op te nemen voor mijn kanaal. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wat ik trouwens heel grappig vond, was dat ik heel veel berichtjes heb ontvangen van oh, wat leuk dat je met Bonnie omgaat. Want ik volg jullie allebei. Bla bla. Dus dat is voor ons ook heel leuk om te lezen. Maar goed. Hallo! Op de Amsterdamse manier, gewoon de weg oversteken. Hoi, hey. Hoe gaat het? Leuk dat je er bent. Hier sta ik voor Bonnie's welbekende Halloween hoekje. Oh, er liggen zelfs snoepjes. Ja, wat leuk. Het is hier zo mooi en ruim en wit. Ik ben heel erg jaloers op het interieur. Dit is mijn, zeg maar, mijn droominterieur. Gewoon alles wit en ruim. En dan zit ik in Spanje in zo'n ondergrond. Ja. Het leuke dus aan het interieur vind ik dat er overal herfstdetails te vinden zijn. Dus die kleine pompoentjes, zo schattig. Oh, daar zelfs. Ja, erg hè. Kijk nou. Zo leuk. Dit is een echte pompoen, toch? Ja. Ben jij nou zoveel langer? Dat is zo verwarrend, dat als je dan daarheen kijkt, ja. Je zo heel overdreven ziet dat je ernaast kijkt. Zo, het zit er alweer op. Ja. We did it. Was gezellig, hè? Ja, was heel leuk. Leuke vragen waren. Ja, hele leuke vragen voor de question and answer. Ik zal jullie even de behind the scenes laten zien. Want op scherm, ik vind altijd dat op YouTube zien dingen er nogal groot en mooi en perfect uit. En dan later zie je gewoon hoe het er, dat we gewoon eigenlijk voor een witte muur zitten op twee stoeltjes. Ja. Hier heb ik het opgenomen. En dit is de lamp. Die heb ik ook thuis. Jongens, de man des huizes. Ja. Nick, en hij is voor ons aan het koken. Kijk, dan heb je het goed voor elkaar. Dat moet ik Antonio nog leren. Maar hij kan niet koken? Ah, nou, hij kan het wel, maar hij doet het gewoon niet. Dat is nog chiller. Heel af en toe krijg ik de Spaanse tortilla voor mijn neus. Wat ben je aan het maken nu? Ik ga gevulde courgette eten. Kijk, het ligt daar al. Oh, wat healthy. Dan straks zitten we ook. Oh, wat lekker. Oh, daar hou ik van. De knoflook is uit de tuin van mijn ouders. En zei dat hij heel scherp was. Moet je even ruiken daaraan. Dat is echt heel erg. Zo! Maar je werkt zelfs met verse producten, wat leuk. Ja, mijn ouders hebben een moestuintje. Die hebben toevallig heel veel knoflook. Daar heb opeens, hebben ze al 10 dus. Lekker stinken met z'n allen. Dit is dus een hoekje in Bonnie de keuken. En dit vind ik zo leuk. Het zijn allemaal fanberichtjes. Ik vind dat ze het zo knap gedaan hebben. Het lijkt net van die kaartjes gewoon bij de HEMA gekocht. Kijk nou wat een feestje op mijn bord. Oh, dat ziet er echt heel goed uit. Ja, hè? En wat is het precies, Nick? Het is courgette met geitenkaas en tei. Ja. En een zelfgemaakte tomatensaus. Oeh, wat lekker. Ik zit alweer op de fiets en het was super gezellig. Top hoor. Ja, super. Heel leuk. En wat hebben we lekker gegeten? Nick, nogmaals goed gedaan. Als je het ziet. Echt wel. Dat was echt heerlijk. Nu wacht mij nog een lange reis op mij te wachten. 2 uur ongeveer voordat ik weer thuis ben. Maar dat was het wel waard. Doei Rotterdam. Die dagen dat je wakker wordt en je gewoon zo kut voelt. Tijd voor een bakje fruit. Misschien dat dit me helpt. Ik heb ook echt een hele grote stem. Vegeroosterde broodjes met belegen kaas en rucola. Als deel 2 van mijn ontbijt. Ik heb net een belletje gekregen. En ik kan het echt niet geloven. Ik ben zo zenuwachtig en zo bang. Maar tegelijkertijd zo blij. Ik heb net horen gekregen dat uit de 500 man. Die zich hebben opgegeven voor dat ene programma. Dat ik ben uitgekozen. En ik kan jullie nog niet te veel vertellen. Maar het is best wel een programma wat best wel wat vergt. Dat is zo eng. Ik ga er niet te veel op in. Maar ik weet echt even niet hoe ik met mezelf moet dealen nu op dit moment. Dus ik denk ik pak de camera er maar bij. Ik kom hier nog op terug. Ik ga hier ook nog een uitgebreide video over maken. Voordat het überhaupt gaat gebeuren. Maar het gebeurt al sneller dan je denkt. Volgende maand namelijk. Ik weet niet. Volgens mij verklap ik al te veel. Ik ben hier zo slecht in. Maar ik ben helemaal excited. Dit was even een spoiler. Verder ga ik jullie nog niets vertellen. En dan komt dat allemaal vanzelf wel.
Oké, daar ben ik weer. Ik ga nu Antonio bellen om het grote nieuws met hem te delen. En ik denk dat hij het echt totaal niet leuk gaat vinden. Net zoals mijn moeder. Die vindt het verschrikkelijk. Maar goed, ik kom hier dus nog bij jullie op terug. Ik ga nu naar het centrum van Purmerend. Naar het Hoedje van de Koningin. Mijn favoriete lunchroom. Niet om te eten. Misschien doe ik dat ook wel eigenlijk. Maar om een koffie te drinken met een journalist van het Noord-Hollands Dagblad. Die wil mij interviewen over het feit dat er vandaag de dag heel veel eetproblemen zijn. Dat jonge meisjes vooral en jonge jongens ook misschien doorslaan in gezond eten en sporten. En dat vind ik gewoon een heel goed onderwerp. Dus daar gaan we nu over praten. Zo, ik heb net het interview gehad. We gaan nu de foto's nemen. En ik sta nu te wachten bij Patat Kraam. Hoe heet het ook weer? De Mazzel. De Mazzel in Purmerend. En daar ga ik een patatje halen. Want voor de foto heb ik een zak patat nodig. Bakken. Ja, nou, thanks. Goedemorgen. Ik heb gisteravond niet gefilmd en daar baal ik enorm van, want het was super leuk. Ik had de verjaardag van een vriendinnetje Lois van mij, maar deze keer was het een extra speciale verjaardag. Ze werd namelijk 21 en het was een soort afscheid, want ze gaat over een maand naar Mexico voor de Erasmus. Dus wat ik 1,5 jaar terug of 2 jaar terug voor me toen ik naar Córdoba ging heb gedaan. Daarom had ze dus een Mexican dinner party met echt super lekker eten. Het was een 7-gangen menu. Ik zal hier nu wat foto's plaatsen. Ik werd 11 uur pas wakker. En dat is echt zo lang terug dat ik pas om 11 uur wakker werd. Dus dat is heel fijn. Nu ga ik lekker een ontbijtje maken. En aan het editen. Want ik heb heel veel te editen. Tijd om te lunchen. Een broodje met sandwichbread. Nutella. Whey-tella is het. Kipfilet. Gekruide kipfilet. En rosbief. Lekker. Guys, er zijn weer 2 pakketjes binnengekomen. 1 hele grote ook. En die ga ik weer even lekker met jullie openen. Moet je trouwens mijn nagellak zien. En ik ben eigenlijk nooit van hele felle kleurtjes. Maar ik vind deze wel grappig. En ik heb ook echt voor het eerst gewoon mijn nagels netjes gelakt. Dat is ook een wonder. Like als je altijd met afgebroppelde vieze nagels loopt. Oh, volgens mij zijn dit de schoenen die ik heb besteld. Oh, yes. Ik heb van dit merk nog nooit eerder schoenen gehad. Maar ik zag ze. En ik vond ze zo tof. En ik hoop... super nice. Het zijn gewoon helemaal zwarte sneakers, zoals je ziet. En het leuke vond ik dat ze dus niet zo duur waren. Want ze waren iets van €50. En dat scheelt toch wel met Nike's. Met normale Nike's. Hier ben ik heel blij mee. Dan die grote. Oh shit, ik heb hem verkeerd opgeopend. Oh my god. Goed gedaan, Lau. We doen het even opnieuw. Hi Laura, Odorok heeft de perfecte date voor je uitgezocht. Geniet samen met jouw liefde of vriend van een heerlijk sportief dagje strandzeilen. Heel veel plezier samen. Oh, wat gaaf. Oh, dit gaat Antonio dus echt geweldig vinden. We hebben 2 cadeaubonnen gekregen om te strandzeilen. En Antonio is altijd al van dat soort dingen dat hij dat wil proberen. Dus dit is echt super leuk. Super bedankt, guys. Dit is echt mijn favorite thing on earth. Van een lekkere gehakt, al zelf gemaakt, toch man? Ja. Zelf gemaakt. Andijvenstamppot. Met andijvenstamppot. Ik ben benieuwd wat Antonio hiervan gaat vinden. Hij krijgt dit met kerst. Hey guys, daar ben ik weer. Ik heb vandaag de hele dag lekker gewerkt en getraind. Full body workout, die ga ik morgen zeker voelen. Heerlijk om met gewicht in de weer te zijn. Anyway, ik moet me dus nog douchen, dus ik zie er een beetje verrot uit. Ik ga bij deze alweer de weekvlog afsluiten. Het is nu zaterdagavond, dus dat betekent dat jij morgenochtend al dit ziet. En dat is wel grappig, want het is dus heel direct. Verder heb ik maandag en dinsdag deze week niet gevlogd, omdat ik toen echt heel erg druk bezig was met mijn scriptie. Dus dat is ook logisch. Maar gelukkig waren er deze week genoeg dingen. Dus uiteindelijk is het nog best wel een lange weekvlog geworden. Ik ga volgende week dus alweer naar Spanje. Woensdagavond staat mijn vlucht gepland. Of donderdagavond. En ik heb er zoveel zin in. Ik heb er echt... ik kan niet wachten. Ik heb Antonio nu bijna 3 weken al niet gezien. Ik heb er echt heel erg veel moeite mee. Dat komt omdat je natuurlijk ineens weer wat anders gewend bent. Vorig jaar waren we gewoon gewend om veel op en neer te reizen. En elkaar langere tijden niet te zien. Dan vonden we het ook niet leuk. Maar je bent er dan gewend aan. En nu is het gewoon echt... als je elkaar elke dag ziet en dan 3 weken niet. Is echt niet leuk. Maar goed, maakt het wel extra leuk dat ik hem straks weer zie. Ik ga er vandoor. Lekker slapen zo. De video afmaken. En dan zie ik jullie woensdag weer. Dankjewel voor het kijken. En tot woensdag.